Ja, ik heb Ja. sinds mijn 21ste, vanaf mijn eerste baan, heb ik in ondernemingsraden gezeten. Tot Oké. het niet meer mocht in, volgens mij 1997 of 98. Toen werd ik regio-directeur en toen vond de ondernemingsraad dat dat niet gecombineerd kon worden met een deelname ondernemingsraad. Dus ik heb ook langs alle kanten gezien hoe dat uit kan pakken. Dus ik heb hele duidelijke opvattingen over het instituut ondernemingsraad. Ik vind zeggenschap en medezeggenschap een van de belangrijkste dingen die je binnen een organisatie moet regelen. Maar ik vind eigenlijk steeds meer dat een ondernemingsraad in veel gevallen eerder een belemmering is dan een ondersteuning van de zeggenschap en medezeggenschap. Oké, nou, interessant uitgangspunt voor straks even wat dieper op in te gaan. Maar het is goed misschien om even te beginnen bij de tijd die we achter ons hebben. Of niet achter ons, waar we eigenlijk nog middenin zitten. Hè? De crisistijd, de corona die op is gekomen en wat dat betekent voor organisaties. En een van de. Dus vrij snel nadat de crisis was uitgebroken, verscheen een artikel volgens mij in Zorgvisie over de manier waarop je omgaat met de crisis. Waarin van jouw hand daar ook uitspraken waren over corona vraagt niet om een commandostructuur, maar om maatwerk. Nou ja, wij vroegen ons af, is een crisis niet iets wat juist vraagt om leiderschap? We zijn benieuwd hoe jij daarover denkt en ook hoe je dat bij buurtzorg hebt gedaan, dat maatwerk en hoe je zelfsturing zou kunnen blijven doen in crisistijd. Maar we zijn allereerst ook even als opmaat benieuwd hoe iedereen die meekijkt hierover denkt. Met als intro een korte poll over zelfsturing en leiderschap. Als het goed is, wordt hier nu getoond. Hè? Wat is de beste sturing in crisistijd? Een echte leider, zelfsturing, afhankelijk van het soort organisatie, of ik weet niet. Vul maar in. Nou, stemmen gaat goed. Ja, wat is de trend, Mariska? Ja, het is spannend. Een echte leider versus afhankelijk van het soort organisatie. Ah, afhankelijk van het soort organisatie, zegt 49%. Een echte leider, 43%. En zelfsturing van medewerkers, 10%. Oké, nou dat is misschien een mooie om mee te beginnen, Jos. Ja. Naar aanleiding ook van wat je er toen al over hebt gezegd. Van hoe kijk je daarnaar? Is zelfsturende medewerkers een echte leider? Hoe doe je dat in crisistijd? En hoe doe jij dat? Hoe doen jullie dat? Ja, ik heb helemaal niks met leiders. Dus ik vind dat een van de grootste problemen, dat wij zoveel aandacht hebben voor leiderschap. Het gaat wat mij betreft in de zorg gaat het om vakmanschap. Het gaat om van, kun je op het moment dat het nodig is de juiste dingen doen om uiteindelijk voor je patiënten er te zijn en voor jezelf en voor je collega's. En al die jaren dat ik als verpleegkundige heb gewerkt, vond ik het ontzettend belangrijk dat ik zelf mijn beslissingen kon nemen over datgene wat er nodig was. Om uiteindelijk de optimale voorwaarden te creëren voor de omstandigheden waarin ik was. En ik vind dat alle discussies over leiderschap, die leiden daar eigenlijk vanaf. Dus die gaan dan over van, wie moet er dan richting geven? Ja, waar heb je het dan over? Als je kijkt nu naar het RIVM en het Outbreak Management Team, dan vond ik eigenlijk vanaf het begin, vroeg ik me af van hoe komen ze nou toch bij die richtlijnen en die adviezen die ze geven? Dat was ook onduidelijk, want dat was geheim, hoe dat tot stand kwam. Wij hadden zelf informatie, onze verpleegkundigen, we hadden een team van mensen, dat was min of meer toevallig samengesteld. En die gingen op zoek naar documenten uit Taiwan, China, Cuba, op allerlei plekken waar eigenlijk al veel meer ervaring is met infectieziekten dan in Nederland. En die al soortgelijke dingen hadden meegemaakt. En die documenten die hebben wij bestudeerd en gekeken van wat is dan verstandig om te doen. En dan kwamen wij tot andere inzichten dan
die van het RIVM en het Outbreak Management Team. En wat we deden dus vanaf dat moment was dat ook delen dag in dag uit met alle mensen die binnen buurtzorg werken. Dus ze zeggen van nou, dit is wat wij zien, wat vinden jullie ervan en hoe gaan we ermee om? En dat reflecteren en het steeds erover hebben, dat gaf eigenlijk een hele duidelijke lijn van hoe gaan we ermee om. Er is niemand bij ons die daar de leiding in genomen heeft. Dus het is, we hebben helemaal geen enkele discussie gehad over wie moet het nu voor het zeggen hebben en hoe doen we dat. Het was een zeg maar een collectief proces waarbij iedereen zijn inzichten kon delen. En eigenlijk, als je het vanuit vakmanschap beredeneert, kwamen die inzichten eigenlijk heel snel dicht bij elkaar. Wat ik zag bij collega's, want ik start in die discussie natuurlijk niet voor niks, maar bij collega-bestuurders zag ik eigenlijk een heel erge worsteling van, die waren het soms ook helemaal niet eens met die richtlijnen, maar die moesten dat wel verdedigen naar de organisatie. En dat, ja, dan bouw je eigenlijk een verhaal op, waar je steeds verder af komt te staan, naar mijn idee, van hoe de zorgmedewerkers het in de dagelijkse praktijk beleven. Dus mijn idee was, je moet eigenlijk zo dicht mogelijk bij die praktijk staan. Dus als je zegt van, mensen voelen zich onveilig omdat ze niet getest kunnen worden, nou, dan moet je iets gaan regelen om te zorgen dat ze getest worden. En niet zeggen van, ja nee, je kan niet getest worden omdat de RIVM zegt dat je niet getest kan worden. Dus ik vind dat het leidt tot een gedrag van een soort volgzaamheid. Ik vond het echt verbazingwekkend om te zien van hoe eigenlijk achter het RIVM en het ministerie aan werd gelopen door iedereen. En dat maar gezegd werd, die begrippen over schijnveiligheid en zo, dat ook allemaal overgenomen werd. En ik, wat een onzin. Hoe is het mogelijk dat wij als enigste land in de wereld dit zeggen? Terwijl heel veel experts die er veel meer ervaring in hebben, echt het tegenovergestelde beweren. Dus het schakelt, leiderschap schakelt in veel gevallen het gezonde verstand uit. En is echt een groot gevaar. En grote leiders zijn zeker een heel groot gevaar. Dus. Okay. Ja, en jullie hebben ook geen crisisteam, Jos? We hadden een crisisteam, maar niet, dat was eigenlijk door allerlei toevalligheden samengesteld. Mensen die zeggen van, ik kan iets toevoegen aan wat er is. We hadden bijvoorbeeld iemand, dat wisten we helemaal niet, maar die was ook epidemioloog. En die zegt, ik ben ooit gepromoveerd op dit en dat. Ik zei, nou, dat komt goed uit. Ik zei, dan is hartstikke mooi. Dus we hadden verpleegkundige specialisten. We hebben iemand die heeft studie Public Health gedaan. Heeft een jaar in Afrika gewerkt. En al die mensen die kwamen zo uit min of meer bij elkaar. En het was geen rolverdeling. Dus we hadden niet gezegd van die of die moet dit en dat. Nou, dat ging eigenlijk ook verder vanzelf. Was iemand die was goed in het structureren. En het dingen op het web zetten. Dus die maakte dan de agenda. En die zorgde ervoor dat elke keer na elke bijeenkomst die we hadden, dat we de inzichten deelden met de rest van buurtzorg. We hadden iemand die was handig in organiseren, die ging een eigen distributiecentrum opzetten, want we dachten dat wordt niet wat met dat landenconsortium en die hulpmiddelen, dus we moeten dat zelf gaan regelen. Dus we hebben in die tijd, we hebben ongeveer 500 aanbiedingen gehad van hulpmiddelen. 500, dus waar zeg maar de dingen zeiden van het ministerie zei van ja, het is schaarste, er zijn geen hulpmiddelen te krijgen. We zijn verbaasd van een hele netwerk, overal kwamen mensen vandaan die zeiden ja, daar en daar kan je het krijgen. Goede kwalitatieve middelen tegen nog veel lagere prijs dan dat het landenconsortium ze aanbood. Dus dat team dat is toevallig ontstaan en nou ja, toen op een gegeven moment vroegen ze ons af, we hebben nog andere expertise nodig. Nou, dat was eigenlijk volgens ons niet het geval. En elke dag, het team was 24 uur per dag bereikbaar voor teams. Voor allerlei vragen en adviezen. En eigenlijk stap voor stap door ook steeds dat open te delen met iedereen. En te reageren op al die telefoontjes en reacties die er waren, bouwden we eigenlijk continu kennis op over ja, wat is nou verstandig om te doen.
En we hebben geen enkele discussie gehad over wie heeft het hier nou voor het zeggen, wie is de leider, hoe doen we dat nou. Het is gewoon een heel, ja, zeg maar, organisch proces geweest, waarbij we wel het gevoel hadden met elkaar van we doen best verstandige dingen met elkaar. Hoe is het gekomen dat je de OR als een belemmering bent gaan vinden, Jos? Nou, op een gegeven moment, naarmate organisaties instituties werden, zag je dat heel veel onderdelen binnen die organisatie ook als een onderdeel van die institutie gingen werken. Dus wat je zag was dat in die tijd dat veel organisaties bijvoorbeeld moeilijk hadden, vond ik dat heel veel ondernemingsraden zich gingen richten naar de bestuurder. Als je eens kijkt van... ik vond zelf die hele ontwikkeling van jaren 90 tot nu voor het vakmanschap in heel veel opzichten slecht. Ook gewoon, je kreeg steeds minder te zeggen over je dagelijks werk. De taken werden gedifferentieerd, gefragmenteerd. Je kreeg leidinggevenden die niet snapten waar je werk over ging. Enzovoort. Nou, als je dan kijkt van welke rol hebben ondernemingsraden daarin gespeeld, hebben ze dat... Zijn ze dat op tegen geweest? Of dan zie je dat heel veel ondernemers daar eigenlijk meegegaan zijn met die bestuurders. En eigenlijk de vakmensen, eigenlijk naar mijn idee, wat in de steek hebben gelaten. Je ziet zelfs dat in die tijd van Beavita, ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, maar 2008 ging Beavita failliet. Nou, dat ging over echt duizenden mensen over het hele land. En het viel mij op dat de ondernemersraad nooit een negatief advies heeft gegeven. En dan denk ik, hoe is het mogelijk dat er zo'n enorme destructieve beweging is en dat eigenlijk ook nog steeds gesteund is door een ondernemingsraad. Dus mijn idee is, als je te lang in zo'n positie zit, te dicht bij de bestuurder, en dan gaat die bestuurder gaat je dan zeggen dat hij alleen maar dingen kan zeggen in vertrouwen. En dan krijg je de vraag van of je het geheim wil houden. Dus ik vind dat desastreus, dat soort ontwikkelingen. Dus ik vind dat je een hele open cultuur moet willen hebben, waarbij iedereen die een probleem ervaart, dat probleem aan de orde moet kunnen stellen. Mm-hmm. Zeg van, als dat een door algemeen gedeeld probleem is, dan zeg je, ja, daar moeten we dus iets mee doen. En of dat nou past binnen een instemmingsadviesrecht of wat dan ook, dat maakt mij niet uit. Alles wat een potentieel probleem is voor de uitoefening van je vak, dat moet op tafel komen. En dat moet vanuit, ja, zeg maar, de hele primaire rol die je hebt in je werk, moet je dat gewoon kunnen doen. Dus de OR zou zich eigenlijk veel meer in moeten zetten om te zorgen dat de problemen die mensen op de werkvloer ervaren, centrale plek krijgen, aandacht krijgen en ook zo laag mogelijk in de organisatie opgelost kunnen worden. Sterker nog, ik vind dat ze eigenlijk een soort rol zouden moeten hebben in dat ze een soort platform creëren, waarbij die mensen dat zelf aan de orde kunnen stellen. Dus ik vind, je kan zeggen, wat is medezeggenschap en wat is zeggenschap? Ik vind dat zeggenschap heel belangrijk is. Ik vind dat je in je vak het beste kan overzien wat de problemen zijn om die een belemmering vormen voor het uitoefenen van je vak. En het wordt al heel moeilijk als iemand anders daar iets over gaat zeggen. Dus dan krijg je al de tweede hand. En dan krijg je het vanuit de derde hand. Dus ik vind dat je eigenlijk heel dichtbij moet blijven bij of je nou arts, verpleegkundige, verzorgende bent. En zegt, oké, ik heb een opdracht voor mijn patiënten. Ik ben niet voor niks verpleegkundige of verzorgende geworden. En ik vind dat ik dat op een ethische, verantwoorde manier moet kunnen doen. En alles wat daar in de weg staat, moet ik aan kunnen kaarten. Zeggenschap is wat mij betreft nog veel belangrijker dan medezeggenschap. Zeggenschap. Als je nou kijkt naar, want we zitten nog een beetje in het eerste thema, van organiseer je dat nou bij buurtzorg met die zelfsturing en wat in feite ook echt die zeggenschap is, hè, bij de werknemers. Je hebt iets verteld over het crisisteam, maar hoe hebben jullie dat bij buurtzorg gedaan om te zorgen dat de zeggenschap bij de werknemers is? En trouwens, ik ben ook wel benieuwd wat je van de uitkomst van de poll vindt. Vind jij dat
in tijden van crisis zelfsturing mogelijk is? Of ligt het aan de organisatie? Of moet het toch een echte leider zijn? Nee, kijk, ik denk dat het heel erg de vraag is van hoe zit het voor de crisis? En ik denk dat op zich, als het gaat om hoe kun je flexibel inspelen op datgene wat er gebeurt, dat zelfsturing een veel beter en flexibeler middel is dan het centraliseren van macht. Ik vind, wat je kan zeggen, leiderschap. Maar het gaat ook in heel veel gevallen gaat het gewoon pure macht. Wie heeft de macht om iets te doen? En dat vind ik een groot risico. Dus ik vind dat alle teams op basis van wat zij tegenkomen in hun werk moeten kunnen beslissen wat ze nodig hebben om dat zo goed mogelijk te doen. En ook in coronatijd. Dus als jij vindt dat je je veiliger voelt met een mondkapje op, dan ga je een mondkapje dragen. Dat moet niet iets zijn wat jij hoeft te vragen aan iemand binnen de organisatie om daar toestemming voor te krijgen. Maar wat is er gebeurd onder het motto van leiderschap? Is er gezegd van, jullie mogen geen mondkapjes dragen, want het RIVM zegt dat het nodig is. En daarmee komen mensen met volgens mij emotionele problemen te zitten. Omdat je weet, ik ben mogelijk besmet, want je mocht ook niet getest worden in de eerste fase. Ik heb geen mondkapje. En ik moet toch mijn route doen. Ik vind dat echt onzinnig dat we dat soort situaties creëren. Dus voor mij zelfsturing hangt heel erg samen met hoe je je eigen voorwaarden op dat moment zoveel mogelijk passend bij de omstandigheden organiseren. Oké, dus het ligt, de situatie van voor die tijd is belangrijk. Je hebt voorkeur voor zelfsturing überhaupt. En dat betekent dan in de crisistijd dat je dingen ook anders doet. Ik ben benieuwd of er nog wat andere vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van wat tot nu toe is gezegd. Wellicht over leiderschap of zelfsturing of opmerkingen. Ja. Mariska? Ja. Nou, en hebben jullie bij buurtzorg bepaalde kaders waarbinnen je werkt? Waarbinnen collega's dus zelf kunnen beslissen en ondernemen. Het kunnen ook ruime kaders zijn. Als die er zijn, hoe zijn ze dan in ontwikkeling? Ja, die zijn er zeker. Kun je daar iets meer over zeggen? Oh ja, zeker iets meer over zeggen. Nou ja, we zeggen van je moet eigenlijk zo weinig mogelijk belemmeringen hebben. Dat heb ik net gezegd. Maar wat wel nodig is dat je met elkaar zo'n beeld moet hebben van wat is goed om te doen. Dus, en dat hebben wij vertaald in een aantal kaders. Eén gaat over kwaliteit. We willen eigenlijk de best mogelijke kwaliteit leveren. En daar hebben we een instrumentarium voor. Het OMAHA-systeem. Dat is een klassificatiesysteem van problemen, interventies en uitkomsten. En daarnaast gebruiken we ideeën als positive health en of positieve gezondheid en andere concepten. Maar dat is eigenlijk de basis van kwaliteit. De wijze waarop we samenwerken. Dus we hebben het idee, in je team moet je goed en veilig voelen. En moet je vrij voelen om te zeggen wat je vindt. En moet je ook jezelf kunnen ontwikkelen. Dus er zijn een aantal dingen rondom hoe je als professional moet voelen binnen je vak, binnen je werk, binnen je team. En dat is de financiële kader. We hebben gezegd van, nou, als elk team gemiddeld ergens op uitkomt, productiviteit, dan gaat het ook financieel goed. Dus dat zijn de drie kaders eigenlijk waar elk team rekening mee houdt en kijkt van, oké, hoe doen we dat en zijn we daar tevreden over? Ik hoorde je zeggen kwaliteit, held, samenwerken en een financiële organisatorisch criterium. Oké, een andere vraag die wordt gesteld door Christel. Jos, kun je aangeven hoe jouw crisisteam het anders heeft gedaan? Concreet, wat hebben ze concreet anders gedaan? En hoe wordt er dan aangekeken tegen het crisisteam door de collega? Wat ging er mis of hadden er ook dingen beter gekund ten aanzien van zieke medewerkers? Misschien zelfs binnen jullie organisatie hadden er nog dingen beter gekund? Ik denk altijd dat er dingen beter kunnen.
Ja, ik heb mij eerlijk gezegd niet zo verdiept in andere crisisteams. Ik denk dat heel vaak dat het management daar een grote rol in speelt. Nou, dat hebben wij niet. Dus, of je moet mij zien als management. Dat is natuurlijk ook... wat we anders hebben gedaan, volgens mij, is we hebben vooral gekeken en geluisterd naar wat er gebeurde en ons eigen plan getrokken. En wat ik gemerkt heb, is dat ertoe geleid heeft dat wij tot andere conclusies kwamen dan heel veel andere organisaties. Dus wij vonden dat we dus ons eigen toelevering van materialen moesten opzetten. Wij vonden dat we onze eigen testmogelijkheden moesten organiseren, omdat we te veel problemen ervaren in dat mensen getest konden worden. Ik vind nog steeds dat we daar eigenlijk met dat testen ook te laat waren. Dat er al, we zaten natuurlijk in het zuiden de eerste problemen. En toen vond ik al dat er heel ruim getest zou moeten worden, à la Groningen, hè, hoe ze dat daar aangepakt hadden. Dus dat, er ging toen bij ons ook wel een week of een paar weken overheen voordat we dat voor elkaar hadden met Saltro, het laboratorium in Utrecht. Dus die dingen, we zijn begin maart al begonnen met na te denken over allerlei alternatieven voor mondkapjes. Dus dan hebben wij een eigen lijn voor het zelf maken van mondkapjes, mochten er niet voldoende zijn. Ik denk dat de meeste dingen, daar zijn we eigenlijk wel heel tevreden over. We krijgen vanuit heel veel teams reacties, zelfs cadeaus, over de manier waarop we daarmee omgegaan zijn. Heel veel bemoedigende kaartjes. Ik heb printjes staan hier zo. Wauw. Trots op jou. Dat soort dingen. Dus mensen zien wel mij soms als een soort vertegenwoordiging dan van dat crisisteam. Dus dan krijg ik complimenten. Maar ik heb eigenlijk niks gedaan. Dus dat is eigenlijk wel... Goeie dus mensen. Kan ik alle bestuurders aanraden. Als je niks doet, krijg je meer complimenten dan wanneer je heel actief je als commandoleider, commando-officier opstelt. Ja, wat ook veel mensen zeggen is van hoe zorg je dat, heb je een bepaald type medewerkers nodig? Hè? Of één iemand die zei, of heb je ook een idee over leiderschap en managementteam of zelfsturing en leiderschap binnen ziekenhuizen? Ja. Heb je daar ook een visie op? Ja, nou ja, voor mij gaat het gewoon heel erg om hoe kijk je naar mensen. Dus het gaat ook niet alleen om de zorg. We hebben afgelopen 40 jaar, 50 jaar, hebben we bedacht dat we van boven naar beneden moesten gaan redeneren. En dat doen we maatschappelijk in alle dingen. En we hebben bedacht dat er allemaal banen bij horen. Banen van allerlei soorten managers en allerlei soorten bestuurders. En ik heb me daar altijd over verbaasd dat we dat zomaar aannemen, dat dat dan de beste manier is om iets te regelen. En ik heb zelf, toen ik als wijkverpleegkundige begon in de jaren 80, hadden we dat allemaal niet. En dan had ik gewoon mijn eigen wijk en een paar collega's. En dan hadden we het met elkaar over wat is goed om te doen. En dat ontwikkelde zich jaar na jaar. Hadden we geen jaarplannen, strategische plannen, noem het dan maar op. En ik vind dat nog steeds een veel betere manier om dingen te doen. Is dat je zegt van, in de context waar je werkt, leg je de nadruk op het vakmanschap. Uh-huh. En je probeert werkwijzes te bedenken met elkaar die duurzaam zijn. Dus niet gewoon van jaar op jaar hetzelfde blijven. Al dat veranderen en al die verandermanagers, dat levert alleen maar schade op. Dus goede patronen die ontwikkelen nieuwe kennis en nieuwe inzichten. En zo groeien in de loop der jaren, groeit iedereen gewoon verder. Sorry, ik dacht je bent je zin aan het afronden. En ik vind het zo'n prachtige opmaat naar het thema visie op zorg. En misschien ook wat leren we van de crisis. En je hebt in het begin dit jaar, dat is eigenlijk nog van voor de coronacrisis, heb je een 10-punten visie geschreven. En die is volgens mij ook naar politiek gestuurd.
daar, nou, ben benieuwd, wat is je visie op zorg en ook wat hebben we naar jouw idee kunnen leren van deze crisis of wat moeten we ervan leren? Is jouw visie ook veranderd wellicht? Maar we zijn ook benieuwd naar de visie van deelnemers, of tenminste hun bevindingen van hun eigen organisatie. Wij hebben gezien dat in jouw 10 punten visie iets stond over dat organisaties meer vanuit organisatiebelang dachten dan vanuit zorgbelang. Nou, we zijn benieuwd of dat ook wordt herkend door de mensen die meedoen aan dit webinar. Dus daarom de volgende poll is de vraag, wij denken vooral vanuit organisatiebelang. Dus je denkt van ja, dat herken ik wel, dat is in onze organisatie inderdaad aan de orde. Dan zeg je ja, ben je het er niet mee eens, is nee. En zit je er echt tussenin of weet je het niet zo goed, is dat de derde opvatting. Er wordt al gezegd, ik heb trouwens, ik heb trouwens niet in die brief gezegd naar de jongen van... dat er vooral vanuit organisatiebelang gedacht werd, hè? Nee, dat hebben wij er even van gemaakt, omdat we benieuwd zijn of hoe iedereen daar zelf tegenaan kijkt, tegen de eigen organisatie. En vervolgens aan jou dan om daarop in te gaan. Even kijken, hoe ver zijn we met het stemmen? Mariska, volgens mij... 77% heeft gestemd, hij is gestopt. Nou... 39% zegt ja. Die zeggen dus ja, wij denken vooral vanuit organisatiebelang. 43% zegt nee. En 18% zegt, wij weten het niet. Ah, oké. Okay. Nou, dat is nip, Jos. Nips. En misschien ook een mooi uitgangspunt om daar wat over te zeggen. Want je zei, ik heb dat anders gezegd. Hoe zit dat in de zorg? Organisatiebelang, zorgbelang... Wat is je visie op de zorg? Wat leren we van deze crisis? Ja, het is natuurlijk ook de vraag waar je het tegen afzet. Hè, van, kijk, ik vind dat... nu staat dat plaatje er steeds voor. Even ja, dan kan je wegklikken op het rode knopje. Ja. Ja. Nee, wat ik vind als verpleegkundige is dat je vooral... bezig moet kunnen zijn met patiënten en kijken wat jouw aandeel kan zijn om de gezondheid van mensen zo positief mogelijk te krijgen. Dus de problemen ten gevolge van aandoeningen of ziekte of wat dan ook. Dat je zegt van nou, daar heb ik een vak voor geleerd en daar weet ik zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar ik weet ook zo goed mogelijk te voorkomen dat er nieuwe problemen ontstaan of andere problemen. Dus ik vind dat er een veel duidelijker... focus zou moeten zijn op preventie. Dus wij zouden eigenlijk heel erg bezig moeten zijn met hoe kunnen we onszelf overbodig maken. En als je kijkt nu ook, hè, de discussie van de meest ernstige tijd nu, dan krijgen we allemaal lijstjes toegestuurd van de NZA en verzekeraars met hoeveel productie heb je misgelopen. Dus we hebben productie misgelopen. Dus het is niet de vraag van hoeveel mensen hebben niet gehad wat ze nodig hadden. Dus we zijn heel erg gaan denken in termen van volumes en productie. En daar draaien organisaties op. Dus die bouwen een organisatie. En als je dan minder volume hebt, dan heb je wel die kosten gemaakt. Dus dan heb je schade. Dus dat bedoel ik met organisatiebelang. Dat zit niet in dat mensen dat bewust willen of doen. Maar dat is een effect van het systeem waarin je werkt. Dus als je zo'n systeem... Als je zegt, we hebben gewoon een organisatie met zoveel kosten op kantoor, zoveel kosten dat, zoveel kosten... Dan heb je die kosten. En als je dan vervolgens niet de klanten hebt, dan kan je die kosten niet betalen. Dus het is gewoon een... En wat je ziet, is dat de zorg steeds meer is ingericht op economische motieven. En niet op inhoudelijke motieven. En ik vind... dat je helemaal terug moet zeggen van oké, waar zijn nou mensen mee geholpen? En hoe kun je de zelfstandigheid van mensen verbeteren? Hoe kun je het zelfvertrouwen van mensen versterken? Hoe kun je mensen minder afhankelijk maken van zorgverleners? En hoe kun je overbodige behandelingen of therapieën of wat dan ook, hoe kun je die voorkomen? Maar het hele systeem op alle niveaus, dus ook als je kijkt nu de discussie over de WLZ bijvoorbeeld...
Er werd langdurige zorg. De tarieven zijn steeds lager nu. En dat is een beetje gek, want de tarieven in de ziektekostenverzekeringswet die worden eigenlijk hoger. En als er lagere tarieven komen, dan is altijd een effect geweest, ook binnen de AWBZ al, dat er dan meer volume geleverd wordt. Dus ergens moet je het compenseren. Dus je ziet allemaal van dat soort mechanismes in ons gehele gezondheidszorgsysteem, die maken dat financiële prikkels heel veel invloed hebben op wat wij doen. Okay. En ik vind echt dat je beroepsethiek, datgene waar jij een eed voor hebt afgelegd, waar je belofte voor hebt gedaan, dat leidend zou moeten zijn. En dat je zegt van, in de zorg is maar één ding belangrijk en dat is goede zorg. En goede zorg definieer je dan in het effect wat het heeft op de gezondheidstoestand van mensen. Okay. Misschien zijn er al wat reacties op, want ik zie wel dat er veel in de Q&A wordt gezegd. Mariska, als het gaat om die visie van zorg, wat voor opmerkingen, vragen worden daar gesteld? Jos. Helemaal niks, ellende. Marktwerking. Oh, ja, daar kan je heel kort over ja. Marktwerking. Nee, het was wel mooi in de eerste jaren dat wij zo snel groeiden, als buurtzorg toen werd er vaak gezegd van, ja, dat kunnen jullie toch alleen maar vanwege het feit dat er marktwerking is. En toen had ik vaak als antwoord, nee, wij groeien zo hard, omdat er ontzettend veel behoefte is om de schade van de marktwerking te repareren. Dus naar mijn idee, wat ik gezien heb vanaf... Ik heb ooit in 1986 mijn afstudeerstuk op de HBOV heb ik geschreven over de effecten van de commercialisering van de gezondheidszorg. Dus er was toen al discussie. Een aantal jaren over, zouden er niet meer marktprikkels moeten zijn? Wat je ziet is, vanaf eind jaren 80 is het vanuit de politiek vertaald in dat zorg anders georganiseerd zou moeten worden. Zogenaamd professioneler. En dat eigenlijk alles is vanaf begin jaren 90 vertaald naar producten. Of het nou DBC's zijn, of andere dingen, en niet meer de behoeften en de problemen zijn centraal komen te staan. Maar het idee was van als we dat vertaalden naar producten, en dan maken we het financieel hanteerbaar en dan kunnen we er ook een beetje handel van maken. Nou, ik vind dus handel met problemen van mensen in kwetsbare posities, vind ik eigenlijk onethisch. Dus we hebben... De afhankelijkheid die mensen hebben van het gezondheidszorgsysteem en het misbruik wat je er heel makkelijk kan maken door meer uren te leveren, door dingen te leveren die mensen helemaal niet nodig hebben, dat vind ik zelf onethisch. En daar komt nog bij dat we het met z'n allen moeten opbrengen. En ook als je kijkt naar de personeelsproblemen voor de komende jaren, ja, ik vind het van de zotte dat we heel veel dingen doen en een heel ingewikkeld systeem gemaakt hebben, wat eigenlijk heel weinig bijdraagt aan het verbeteren van het gezondheidszorgsituatie van mensen. Dus dat vind ik ervan. Ik vind dat we heel veel onzinnige dingen doen in de zorg ten gevolge van die marktwerking. Ja, nou hebben we een gigantische crisis, Jos. En wat kunnen we... Hoe kijk jij daar tegenaan? Denk jij dat het feit dat we dit meemaken en wat we daarvan, dat we daarvan kunnen leren en dat een verandering in... het hele zorgbestel teweeg zou kunnen brengen? Nou, ik weet het niet. Ik denk dat mensen niet zo snel uit patronen stappen waar ze in zitten. En wat we in Nederland ook gekregen hebben, en dat is echt wel wezenlijk anders dan in veel andere landen, is dat we op heel veel plekken eigenlijk niet meer de kennis hebben die nodig is om verstandige dingen te doen. Dus als je kijkt op het ministerie, volgens mij zit er vrijwel niemand met een zorginhoudelijke achtergrond. Dus we hebben ministers die uit heel andere hoeken komen.
En eigenlijk ook niet zo heel veel weten van wat gezondheidszorg is. En die nemen beslissingen over hele belangrijke dingen. In heel veel landen is op allerlei posities, of het nou bij aan de kant van de financiering is of aan de kant van organisaties, zitten heel veel mensen met een zorgachtergrond. En wij hebben heel veel juristen, bedrijfskundigen, bestuurskundigen. Als we kijken naar de top 10 van de meeste mensen die de meeste invloed hebben in de zorg. Volgens mij zit er bijna niemand bij met een zorginhoudelijk achtergrond. Pauline Meurs heeft lang op nummer 1 gestaan. En zij heeft bestuurskunde. En daar moeten we het dan van hebben, van bestuurskundigen. En ik heb niks tegen die mensen en dat ze die studie gedaan hebben. Maar ik vind dat je artsen en verpleegkundigen en fysiotherapeuten en mensen die inhoudelijk verstand hebben, wat over, dat je die op die plekken moet hebben. Oké, ja, dat waar we het in het begin ook over hadden, hè, van waar komt de wijsheid en de beslissingsbevoegdheid vandaan en te liggen, hè, bij de zorgprofessionals zelf. Je bent een beetje somber over van wat leren we nou van deze crisis. Oh. Je ziet niet zo gauw iets. Dat er misschien iets gaat transformeren. Misschien ben ik alleen somber over het systeem op zich. Kijk, wat ik wel zie, is dat de aandacht bijvoorbeeld voor preventie, die zal toenemen. Dus daar heb ik wel goede hoop op. Ik zie wel een ontwikkeling bij de verzekeraars. Dus dat is wel, daar ben ik wel positief over. Ik zie dat de afgelopen 5 tot 10 jaar... De aandacht voor bijvoorbeeld wat zijn goede uitkomsten en wat moet je daarvoor kunnen, jaar op jaar wel toeneemt. Dus het werken vanuit vertrouwen ook, dus dat is wat mijn ervaring is. Dus ik zie ook wel wat positieve dingen, maar we zitten eigenlijk wel in met een systeem wat een beetje uitgehold is. Als je gewoon kijkt, 20, 30 jaar geleden, toen zaten gewoon op heel veel plekken zaten mensen met een inhoudelijk achtergrond. En dat is echt als je kijkt naar de effecten van marktwerking. Nou, als je kijkt nu, wie doet de onderhandelingen met verzekeraars bijvoorbeeld nu. Dan heb je in heel veel organisaties heb je verkoopmensen en inkoopmensen. Dus dan heb je mensen die verstand hebben van geld, die gaan onderhandelen met elkaar. En ik vind eigenlijk, ik vind dat een beetje een absurde situatie. Ik vind dat je de inhoud steeds centraal zou moeten stellen en vandaar het zou moeten redeneren van wat is daar goed om te doen. Inhoudelijke standaarden ontwikkelen, best practices ontwikkelen en heel veel kennisgedreven dingen doen in plaats van financieel gedreven. Oké, dus dat zijn al een aantal tips, zou je kunnen zeggen, of richtingen. Ja. Nou ja, door de dynamiek die ik net noemde, worden eigenlijk heel veel kosten gemaakt die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Dus ik weet niet, als ik kijk naar de wijkverpleging waar ik dan het meeste verstand van heb, dan heb ik altijd gezegd van als je de goede dingen doet bij mensen, dan gaan de kosten per jaar per cliënt naar beneden. Dus wij hebben nooit een onderzoek laten doen, of dat heet VWS laten doen. En daarbij zijn alle thuiszorgorganisaties in Nederland met elkaar vergeleken. Toen, op dat moment, dat was geloof ik 2014, dus al een tijdje geleden. Toen leverden wij 108 uur per cliënt per jaar aan zorg. En het gemiddelde in Nederland op dat moment was 168 uur. Dus er was 60 uur verschil. En dat is 35% ongeveer. Op dit moment zitten wij zelf op rond de 85 uur. Dus we zijn gedaald van 108 naar 85 uur. En ik denk zelfs nog dat er nog 10-20% minder kan als je de goede dingen doet. Ja, waarom leveren jullie geen nachtdiensten? Dat is een inhoudelijke, specifieke vraag. Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Wij doen heel veel nachtdiensten.
Oké, okay. Dus dat is een misverstand. Wat ik nieuwsgierig naar ben, is waar dat vandaan komt. Want vanaf zeg maar het ontstaan van buurtzorg worden er allerlei aannames gedaan. Dus het is ooit een artikel verschenen in Trouw op de volpagina. Dat werd door transferverpleegkundigen, geloof ik, gevoed. Van dat wij alle moeilijke patiënten zouden doorschuiven naar anderen. En dat wij geen nachtzorg zouden leveren en al dat soort dingen. En er is eigenlijk nooit, heeft één journalist nagegaan of dat ook klopt. Dus wij, ik kan je verzekeren, wij leveren ongeveer per week 10.000 uur zorg 's nachts. Zo. Dus dat is, dus, en ik denk dat wij de meeste nachtzorg leveren van alle thuisorganisaties in Nederland. Zo. Het beeld, en daar komt het misverstand door. Wij doen dat alleen als dat echt nodig is. Ja. Dus okay. Wij bieden geen nachtzorg aan als product. Dus wij zeggen, wij organiseren alles wat nodig is. Maar wij proberen te voorkomen dat je 's nachts erop uit moet. Mm-hmm. Maar dan alsnog natuurlijk, we hebben heel veel terminale patiënten. We hebben heel veel patiënten met ALS. En dan leveren wij ook 's nachts. En soms, in veel gevallen, zit er gewoon 's nachts ook iemand de hele nacht. Als dat nodig is. Dus, okay. Dus dit soort beelden, dat is soms wel vervelend. Want ik heb zo'n discussie gehad met een ziekenhuis. En die zeiden van, ja, wij krijgen van particuliere bureaus, die bieden dat volledig aan. En dan kunnen wij mensen makkelijk ontslaan. Ik zeg maar, vraag je daar niet naar of het echt nodig is. Want dat is toch een enorme verspilling als je elke nacht nachtzorg levert terwijl het niet per se nodig is. Er is een experiment in Ede gedaan. Daar had een organisatie, die had daar 5 nachtroutes. En die zijn vervolgens heel kritisch gaan kijken naar wat er echt nodig was. En die hebben volgens mij 4 routes hebben ze kunnen schrappen. En van die ene route was ook nog de helft de vraag of het echt nodig was. Oké. Okay. Katten die zegt, er zijn buurtzorgteams die bij andere zorgorganisaties de nachtdienst inkopen. Dat is wat is gebeurd. Dat klopt. Ja, maar dat is ook voor ons zeg maar een heel verstandige oplossing. Als je zegt van, als je structureel ergens 's nachts zeg maar de zorg moet leveren en je kan het regelen met een ander die toch al 's nachts op pad is, dan is dat gewoon voordeliger om voor beide om dat te doen. Dus we hebben nu ook in de regio, de Achterhoek, hebben we het samen met Sensire geregeld. Dus dan zeggen we, ja god, om nou allebei bereikbaar te zijn 's nachts, is misschien, je kunt het wel samen doen. Dus Sensire is met ons, op basis van een gelijke visie, hebben we gezegd van, ja laten we kijken hoe we dat zo voordelig mogelijk samen kunnen oplossen. Ik vind echt dat we zouden moeten redeneren veel meer vanuit, hoe kunnen we het voorkomen? En hoe kunnen we de kosten die het met zich meebrengt zoveel mogelijk beperken? In plaats van discussies van hoe kun je zoveel mogelijk nachtzorg leveren. Dat is allemaal... Ja, okay. Mm-hmm. Ja. Nee. Nee? Nee, dat is goed. Een mooie vraag, Jos, maar... Is hopeloos. Nee. Ik vind het gewoon, je moet beginnen bij de vakmensen. De vraag zou moeten zijn van hoe kun je vakmensen op zo'n manier laten werken dat ze niet afhankelijk zijn van andere mensen in hun organisatie. Okay. Dus ik ben heel erg voor onafhankelijkheid en autonomie en vrijheid. En ik vind, als jij je goedkeuring moet ontlenen aan een manager of een leidinggevende, dan is er iets niet goed. Oké, dit is misschien een mooie opmaat naar het laatste thema. Want een van de aanleidingen om dit zorgwebinar te organiseren en ook jou uit te nodigen, was toch wel een beetje de roep vanuit het veld, vanuit ons ook. We hebben daarover geblogd dat de stem van de medewerker veel meer gehoord zou moeten worden in deze tijd, zeker in de zorg. En nu zitten we hier. We zitten hier met een flink aantal ondernemingsraadleden uit de zorg, hebben we gezien bij de poll. Ik ben wel benieuwd hoe deze ondernemingsraden kijken naar hun eigen rol
We gaan het zo meteen ook nog wat hebben van hoe geef je nou eigenlijk vorm aan die stem van de medewerker. Maar je zou kunnen denken, als die stem van de medewerker belangrijk is, is het dan zo dat de invloed van de medezeggenschap tijdens de crisis is gegroeid? Of is dat hetzelfde gebleven of is dat minder geworden? Even zien. Mariska, er wordt al gestemd. Ja, er wordt druk gestemd. Bijna 47-50% heeft gestemd. Ja, is druk bezig. We zitten naar de 60, maar we willen even wachten totdat er 80% zeker gestemd heeft. Ja, daar zijn we bijna. Nou, we zitten op 80%. 44 van de 45 deelnemers hebben gestemd. En 30% zegt de invloed van de medezeggenschap is tijdens de crisis gegroeid. 45% zegt het is hetzelfde gebleven. En een kwart, 25% zegt het is minder geworden. Oh, oké. Okay. Ja, ik ben wel benieuwd. Misschien als mensen daar wat over willen zeggen, kan het eventueel ook via de Q&A. Maar Jos, we hadden het in het begin al even over medezeggenschap. Hè? Want er was meteen al eigenlijk een vraag van... Hoe zit dat? Waarom zeg je dat over die OR? Dat die in feite, volgens mij zei je, belemmerend hè, kan werken. Ja, in organisaties die geen zelfsturing hebben zoals buurtzorg, waar zeg maar, wat meer traditionele organisaties, is de OR toch ook een vorm van de stem van de medewerkers. En hoe zou dat in deze tijd wat meer vorm kunnen krijgen? Hoe belangrijk ja. is die OR in alle organisaties in jouw ogen? Nou ja, ik heb die enquêtes gezien van VNVN bijvoorbeeld. En ik weet niet hoeveel procent het was, maar ik heb de indruk dat heel veel mensen heel weinig te zeggen hadden. En ik eerlijk gezegd, ik heb daar niet vanuit ondernemingsraad heel veel over gehoord. Dus ik vind dat we zitten nu in de situatie dat heel veel eigenlijk, kijk even naar die noodwet waar de discussie nu over is, dat heel veel vrijheden worden ingeperkt, dat er zomaar dingen beslist kunnen worden over mensen. Ik vind het rampzalig als je kijkt naar de hele ontwikkeling rondom verpleeghuizen. En eigenlijk vind ik dat vanuit, als je brancheverenigingen kijkt of vanuit andere hoeken, dat je eigenlijk heel weinig protest hoort. Dus ik vind de ethische vraag is van hoe gaan wij met ouderen om? En kunnen wij zomaar beslissen dat zij maanden geen bezoek krijgen? En zonder dat we daar een andere oplossing voor bedenken. Ik vind zorgverleners die zich onveilig voelen. Kan dat? Kan een groepje mensen in Nederland gewoon beslissen op basis van iets waar ze nog niet zoveel verstand van hebben? Dat we het zo en zo moeten doen. Dat je moet gaan werken, ook al voel je je niet helemaal goed in orde. Maar heb je geen koorts, dan moet je toch gaan werken. Dat was in het begin de boodschap van het RIVM. Ik denk dat we heel alert moeten zijn vanuit ons vak zelf. Van wat klopt hier wel of niet? Dus, en nu zegt het RIVM zelf... Van ja, het waren maar richtlijnen. Je hoefde je er niet aan te houden. Nou, ik kan je verzekeren dat het heel anders uitpakte toen. En dat er ook anders op gereageerd zou zijn als je er vanaf zou wijken. Dus ik vind echt dat de medezeggenschap en de zeggenschap, dus beiden, behoorlijk onder druk staan. Uh-huh. Zeker in crisistijd. Dat je heel alert daarop moet zijn van, is dat terecht? En dat je... manieren moet vinden om je te laten horen daarover. Dus ik vind het eigenlijk veel te stil, eerlijk gezegd. Van ondernemingsraden ook, medewerkers? Beide. Ik was blij op een gegeven moment wel dat vanuit VNVN wel een soort geluid kwam van... er zijn gewoon te veel mensen die zich onveilig voelen. Maar ik heb ook contact gehad met de inspectie. Ik vind het toch gek dat jullie eigenlijk zo meegaan, dat je eigenlijk normaal gesproken dan krijgen organisaties reprimandes als de omstandigheden in het verpleeghuis onveilig zijn. En nu hoorde ik bijna niks van de inspectie
terwijl er ongelooflijk onveilige situaties waren in verpleeghuizen. Mm-hmm. Dus ik vind echt wel dat we dat er bij ieder een verantwoordelijkheid ligt om te kijken van oké, okay, wat vind ik hier nou van? En niet klakkeloos richtlijnen of dingen volgen, maar je eigen gezonde verstand ook gebruiken. En ja goed, ik denk wel dat we de komende tijd moeten kijken van wat in al die dingen die afgekondigd worden, wat klopt er nou van en wat niet? En niet zomaar denken dat iemand die het roept en die een positie heeft, dat die het dan wel weet. Het grootste, een van de grote gevaren vind ik zelf. Oké, dan met positie te maken. En even weer terug naar die ondernemingsraad. Hè. Er moet wat geroepen worden. Hoe zie je in de organisatie, moeten die ondernemers, verwacht je dat van ondernemingsraden? Ja, ik zou eigenlijk een wat meer activistische rol verwachten van ondernemingsraden. Dus ik zeg van, dit is een periode waarin eigenlijk alles een beetje ter discussie komt te staan, de patronen van hoe je dingen doet. En ik zou zeggen van oké, dit is ook een moment waarop je moet zeggen van hoe kunnen we de stem van iedereen voldoende laten horen. En dat vraagt wat mij betreft een hele actieve houding. En ook even, dus wat je ziet is de neiging om in crisistijd te zeggen, ja laten we maar niet veel commentaar leveren, want het is voor iedereen moeilijk. En eigenlijk zou je moeten zeggen van, ja, de crisistijd is ook een gevaar, want overal worden lijntjes aangetrokken die niet zomaar weer terug. Je krijgt de vrijheden niet zomaar weer terug. Het is heel makkelijk om ergens de vrijheid af te nemen. En je moet nog zien de komende jaren wat er gebeurt. Okay. Dus ik vind het echt een bijzondere ontwikkeling. En ik zou iedereen willen oproepen van ja, heb het er in ieder geval over. En bepaal je eigen standpunt in dingen. Buzzer is één grote adviesraad. Ja. We hebben alleen maar verpleegkundigen en verzorgenden. En iedereen wordt uitgenodigd om te zeggen en te adviseren wat hij wil en belangrijk vindt. Ja. Dus een aparte institutie er nog bij zou ik absoluut niet omarmen. Dus het gaat er echt om van hoe kun je met z'n allen alert blijven op allerlei ontwikkelingen. Hoe kun je inzichten die ergens ontstaan delen. Zodat zoveel mogelijk mensen daar gebruik van kunnen maken. En dat is een continu proces. Uh-huh. En die raden en ondernemersraden die zijn eigenlijk ontstaan uit het idee dat je iets beschermends moet doen voor groepen. Uh-huh. Maar als die groepen alles voor het zeggen hebben, dan hoef je ze niet te beschermen. Het zijn gewone mensen. Gewone mensen met normaal verstand en een gezonde kritische blik op dingen. Ik denk dat zelfsturing helemaal niks te maken heeft met dat bepaalde mensen wel of niet daarin passen. Kijk, mensen die de baas willen spelen, die passen niet zo goed. Precies. Dus die krijgen altijd problemen. Ja. Je doet een oproep om vanuit je eigen professionaliteit verantwoordelijkheid te nemen. En de vraagstukken hè, die je ontmoet als professional, om daar je hart voor te maken. En te kijken hoe gaan we daarmee om. Ja, en mijn beeld van een goede professional is dat die als die qua ontwikkeling of opleiding verder is dan anderen, is dat die de rest laat groeien. Okay. Niet de baas speelt over anderen, maar de rest in staat is om anderen te laten groeien. Dat zijn. Dus je zou veel meer moeten nadenken van hoe kunnen we nou mensen in op de plek waar ze werken zoveel mogelijk tot bloei laten komen. Ja. Dat is een. Vond ik ook heel mooi aan wat je zei en ook wat je eerder opmerkte over een veilige cultuur waarin je alles moet kunnen zeggen eigenlijk. Ja.
Het bekrachtigen van mensen. Ja. Er ontstaat zeker in deze tijd ook, er ontstaat heel snel een sfeer van ja, je kan niet alles, je moet niet alles zeggen of je moet niet overal kritiek opleveren. Ik zie niet snel iets als kritiek als het bedoeld is om de boel beter te krijgen. Ja. En ja goed, ik denk dus dat je daar, ik zou eigenlijk wensen voor de toekomst dat het daar veel meer om gaat. Van dat je veel meer redeneert vanuit niet zozeer vanuit wat voor structuren of raden of noem het maar op. Is nou, maar dat je zegt van nee, we willen iedereen op de plek waar die werkt zoveel mogelijk zeggenschap geven en zoveel mogelijk tot bloei laten komen. Dat vraagt een wat andere benadering van instituties dan wat we gewend zijn. Nou ja, ik vind, weet je, als we met zoveel zijn, hè? We zijn met, wat is het, 400.000 of zo? Dan denk ik, god, als we nou gewoon ieder een wat actievere rol zou innemen, dat is veel beter dan één leider. Je moet volgens mij niet helemaal één. Ik voel mij vaak geroepen om iets te zeggen, omdat ik gewoon er iets van vind dat, en dat het niet klopt. Maar ik zou absoluut geen leider willen zijn. Dus ik vind dat we daar niet moeten zoeken. Ik vind dat ik vond echt dat we eind jaren 80 vond ik zelf een bloeitijd van de wijkverpleging. Toen hadden we ook gewoon echt een stem op heel veel plekken. Je ziet ook dat heel veel oud-wijkverpleegkundigen op allerlei goede plekken terechtgekomen zijn. We moeten gewoon onze krachten bundelen. In plaats van op zoek gaan naar één almachtige. Ja, je moet eigenlijk je eigen verantwoordelijkheid niet afschuiven. Je moet hem nemen. Je moet verantwoordelijkheid nemen. Ik vind dat, ja, en dat vind ik wel wat van. Ik vind dat we meer de verantwoordelijkheid zouden moeten nemen voor wat we zien. Dus, en dat is soms lastig en vervelend. Maar uiteindelijk gaat ons dat wel wat meer brengen dan het politieke spel meespelen. Daar geloof ik helemaal niet in. Verantwoordelijkheid nemen in wat je ziet. Voor de dingen die je ziet. Ja, en heel erg gekoppeld aan waar we voor zijn. Hè. Wij zijn er voor kwetsbare mensen. We zijn er voor mensen die afhankelijk zijn van wat wij doen. En daar moeten wij ons sterk voor maken dat we dat vooral kunnen blijven doen. En dat we alle belemmeringen die we daarin tegenkomen, dat we die ter discussie stellen. En zeggen, dat is heel... Ik zag dat er nog een vraag is, dan kan ik even, ik zal straks opzoeken van wie die is. En van iemand die zei, ja, door de gemeente en overheid worden veel regeltjes opgesteld. Hè? Ja, wat vind je daarvan of hoe gaan jullie daarmee om? Want er zijn natuurlijk externe partijen die wel degelijk beperkingen opleggen of regels stellen. Ja, tegen verzetten, niet meedoen, gewoon niet doen. Activisme. Nee, maar ook andere dingen bedenken. Kijk, wij hebben steeds gezegd, binnen buurtzorg van we doen alleen dingen die we zinvol vinden. En als we een regel die ergens bedacht wordt onzinnig vinden, dan gaan we die ter discussie stellen. Desnoods bij de zorgkantoren, verzekeraars, gemeenten, NZA, VWS, noem het maar op. En soms duurt het een tijdje, maar we hebben redelijk wat voor elkaar gekregen. En elke keer ook wel proberen aan te tonen van wat de negatieve effecten van zo'n regel zijn. En elke keer wel een alternatief daarvoor aangeboden. Dus we hebben steeds gezegd van, we snappen dat je informatie moet kunnen aanleveren. Ik vind dat wij verantwoording moeten kunnen afleggen over wat we doen. Op basis van inhoud en op basis van de effecten die het met zich meebrengt. Dus daar moet je goed over nadenken van hoe doe je dat op een manier die zo weinig mogelijk belasting oplevert voor de medewerkers die het doen. En daarnaast moet je alles wat onzinnige bureaucratie oplevert, moet je ter discussie stellen. Is dat ook een... Ja, ja. Als je de goede dingen doet, is dat helemaal geen punt. Okay. Wat ik straks al zei, van jaarlijks dalen wij met het aantal uren zorg wat we leveren. Doordat we meer kennis hebben over preventie. Dus omdat we steeds beter zijn om zelfredzaamheid te stimuleren.
Dus de kracht zit hem in de goede dingen doen, vanuit een hele duidelijke visie op dat alles wat je doet geld kost en dat je dus moet voorkomen om onnodige dingen te doen. Dus dat is wat mij betreft een hele simpele redenatie. Dat je zegt van, als je nou echt redeneert vanuit datgene wat echt nodig is voor mensen en je doet het op een slimme, effectieve, vakkundige manier, dan gaan de kosten naar beneden. En daarnaast is een heel andere discussie nog. Als je een combinatie zou maken van verschillende activiteiten die we nu allemaal uitsplitsen. Neem case management, dementie, specialistische functies. Als je zou redeneren vanuit hoe kun je zoveel mogelijk activiteiten in één functie brengen. Dan krijg je mooie functies waar mensen fulltime kunnen werken. Waar ze langer gezond blijven. Daardoor minder uitval en daardoor minder druk op de omgeving. Er zijn allerlei verbeteringen nog mogelijk. Maar we hebben het zo onhandig ingericht dat we heel veel problemen creëren door wat we doen. Ja, hoe kun je stappen zetten? Ik zou er in ieder geval over beginnen. Dat is de eerste stap. En kijken van wat kunnen de voordelen zijn om het te doen. Dus vanuit een positieve invalshoek. Ik ben ervan overtuigd dat voldoende ruimte en autonomie voor vakmensen leidt tot goede uitkomsten voor patiënten. Dus dat zou de drijfveer moeten zijn. En dat je dan zegt van, ja, wat zijn patronen om dat zo te organiseren dat het duurzaam is? En dan kom je uiteindelijk tot de conclusie, wat zou er dan moeten veranderen? Wat heb je niet meer nodig? Dus ja, de dialoog daarover is belangrijk. Dus niet vanuit een tegenstelling, maar vanuit iets waar je zegt van, daar worden we met z'n allen beter van. Oké, dus ga erover. En er zijn zat voorbeelden inmiddels waar het heel goed gegaan is. Ja, helaas krijgen de voorbeelden waar het niet goed gegaan is, die krijgen de meeste aandacht. En dat zegt ook iets over hoe dat in het hele veld ervaren wordt. Hè? Dus het wordt ook wel gezien als een bedreiging, denk ik, voor veel mensen. Maar ik vind het opvallend dat als het ergens niet goed gaat, dat het dan breed uitgemeten wordt en bijna als een succes gevierd wordt. Dat is een beetje een rare gewaarwording voor mij. Wij hebben, zoals ik al zei, we hebben een distributiecentrum opgezet een aantal maanden geleden. Ik geloof dat we bij elkaar een paar miljoen kapjes aangeschaft hebben. En die worden verdeeld, rondgebracht. We hebben 4 depots in elke regio. Dus er zijn er in totaal 80 over het hele land. En daar worden continu kapjes afgeleverd en de teams kunnen ze daar ophalen. Maar ik snap niet waar zo'n beeld vandaan komt. Oh, het is een praktische vraag, denk ik. Het is wel belangrijk om te beseffen van, je hebt een onderscheid tussen wat teams zelf zouden willen en kunnen doen en wat ze moeten doen. Dus de teams zijn vrij om zelf dingen te regelen als zij denken dat in hun voordeel is. Ja, en dat is bij buurtzorg zo. Maar misschien voelt niet iedereen, hè, binnen zo'n hiërarchische structuur van een organisatie, dat je zelf de vrijheid hebt om dat te doen. Ja, maar wat ik merk is, waar zelfsturing misgaat, is dat teams eigenlijk, zonder dat ze dat zelf een voordeel vinden, min of meer gedwongen worden om bepaalde dingen te doen, omdat het zogenaamd bij zelfsturing hoort. Wat ik vind is dat je zeg maar moet afvragen van wat is nou verstandig om zeg maar bij teams te laten zijn, omdat dat hun ruimte voor zelfbeslissingen te kunnen nemen vergroot en hun handelingsruimte vergroot. En hoe kun je teams zeg maar met de lastige, vervelende dingen ontlasten? Is dit ook de rol? Er waren ook vragen over jouw leiderschap. Hè? Want je bent tegen leiderschap, maar je bent zelf wel directeur van buurtzorg. Is dat dan iets om die
zeg maar, systematiek of die manier van denken of aanpakken in je organisatie overal in het bewustzijn te krijgen. Is dat dan ook wat jij ziet als jouw rol binnen buurtzorg? Ja, inmiddels wordt dat door heel veel mensen gedragen, maar het is wel iets waar ik vanaf het begin tot nu heel alert op ben. Van steeds terug naar die principes. Steeds afvragen van, is het in het belang van patiënten? Is het in het belang van, zeg maar, zorgverleners dat we dit zo doen? En ook dat geldt voor heel veel dingen die van buiten komen. Dat geldt ook, je hebt ook binnenbuurtzorg mensen die graag dingen willen bedenken, veranderen. En continu die vraag stellen van, wat zijn de consequenties daarvan? En pakt dat wel goed uit? Of heeft dat ook een negatieve bijwerking? Nou, dan moet je continu eigenlijk op blijven reflecteren. En ik stel vaak die vragen, ja. Ja, en dat zie je als jouw rol. Die sluit ook denk ik wel aan bij opmerkingen die gemaakt zijn. En gaat weer naar via leiderschap. Misschien is het ook wel belangrijk van jou, wat is dan je visie op wat een leider is die hierin meespeelt? Ja, nou ja, ik denk, toen ik zelf altijd in de ondernemingsraden zat, toen had ik vaak de rol van kritisch zijn over die eigen rol. Dus ik zei van, hebben wij nou wel het positieve effect als ondernemingsraad? Ik zou die vraag, zou ik zeker jullie aanraden om die regelmatig te stellen. Ik weet dat er heel veel hele goede mensen, heel betrokken en met heel veel goede ideeën in ondernemingsraden zitten. Maar ik weet ook dat ze soms door de omstandigheden dingen doen die eigenlijk haak staan op wat ze eigenlijk zelf vinden. En ik zou steeds dicht bij je eigen beroepsethiek of je eigen ethische gevoel blijven van klopt het wat we doen en staan we goed, staan we nog stevig genoeg voor datgene waar we voor bedoeld zijn. Dus dat zoiets. Oké, dat zijn mooie woorden, Jos. Die afvraag van staan we wel dichtbij waar we voor staan? Ja. Terug naar de essentie van waar het om draait in de zorg en in de medezeggenschap. Voordat we het helemaal afsluiten. Nou, in ieder geval, Jos, ik wil jou van harte bedanken voor je tijd en ook je enthousiasme om hier aan mee te werken, daar waren wij heel blij mee, omdat het ook het thema raakt van ja, de stem van de medewerker in de zorg op dit moment. En dat is voor OR natuurlijk het thema. We hebben zometeen nog een afsluitende sheet. We hebben uiteraard zijn wij trainers en begeleiders en facilitators van ondernemingsraden. En willen wij ook graag dat ondernemingsraden een actieve rol spelen en misschien zelfs wel een activistische. Dus daarvoor zijn jullie van harte welkom bij ons om daar een training in af te nemen. Dat kunnen we op maat doen. Neem vooral contact op. Ik wil iedereen van harte bedanken voor jullie aanwezigheid, je deelname. Jos heb ik al bedankt. Collega's Mariske, Femke. Wij gaan er zo uit. Wij wensen iedereen heel veel succes en we hopen jullie allemaal weer te zien of online of live op een van onze trainingen of events.